Een hele goede avond. Ja, van harte welkom bij Dweilen in de Barrenier, de allerlaatste aflevering. We zijn er tot 9:30 en daarna komt de grote eindshow. En we hebben de kinderoptocht van Kaaiendonk, we hebben de optocht van Berenlaat en Zevenbultenlaat en nog heel veel meer. We hebben heel veel meer en je kan nog mee blijven twitteren via hashtag BarronieTV. Je kan geen kans meer maken op de bokaal van Dweilen in de Barrenier, want die wordt vanavond in de eindshow van Ad Romein uitgereikt. De winnaar is bekend, dus dat betekent dat wij die vanavond uit gaan reiken. En vergeet niet om vanavond naar die grote finale van BarronieTV naar de studio te komen. En wij zitten aan de Monsieursplein 1 in het Aagje van de Heuvel. En er gaat heel veel gebeuren, zoals al gezegd. Een heleboel optochten hebben we vanavond. Zoals al gezegd, de Zevenbultenlaand hebben we. We hebben de kleine optocht van het Kaaiendonk. We hebben Berenlaand. Heel erg veel te doen. Veel te doen, dus ik zeg laten we beginnen met dweilen in... In de Barrenier natuurlijk. In de Barrenier, ja. Maar wordt er nog mee getwitterd, Mitch? Ja, er wordt genoeg mee getwitterd. We gaan even kijken wat er getwitterd wordt. Roze neuzenmiddag in het Aagje met apenstof nog wat. Met Jesse, gezellig. Wat hebben we nog meer op het tweet? Kijk, Kermit de Kikker heeft een kater van de grote optocht van het Kielerad. Hashtag BarronieTV is gestuurd door Stefke42. Hashtag BarronieTV, gezellig was het. En die komt van Freiters. En ik weet niet of er meer... Freed Travasi bij... Travasi. Je waren gezellig, joh. Lekker van Lassie. Bij hashtag BarronieTV. Dat betekent dat je gewoon lekker mee kan blijven twitteren via hashtag BarronieTV. En mocht je nou weten van welke optocht komt hier vanavond en wat ga ik zien vanavond, dan kun je naar www.facebook.com/BarronieTV. En wij gaan nu echt beginnen met de laatste anderhalf uur van Dweilen in de Barronie. Wij zijn de dweilers van de Baronie. En zo is het, niet twijfelen. Welkom. Welkom, Raymond. Ja, vanmiddag was er een groot feest in bij jullie in Kaaiendonk weer, want de kinderoptocht was er. Ja, het was een geweldig feest voor de kindertjes. Er stond gewoon 20.000 man langs de kant, vanaf de Heuvel tot de Mert. Het was geweldig. En wie deed het verslag? Niet jullie eigen Hennie. Dat deed Kaaike de 11e. Ja, we gaan kijken hoe het verslag eruit ziet. Ik ben benieuwd naar die mooie kinderoptocht voor jullie. Ja, dat is altijd heel mooi. We gaan snel naar de beelden. We zijn onderweg naar Hennie Brand. We zijn nu in de wijk bij Hennie Brand. Hij is iets vergeten, hè, Peter? Hij is inderdaad iets vergeten mee terug te nemen vanuit de studio. Nou, dat gaan we direct even terug brengen. Ja, Kaaiendonk, jij maakt het bliks bij mij. Ja, Hennie Brand, jij dacht natuurlijk dat we naar jouw reportage gingen kijken. Nou, nog eventjes niet. Want wij zijn in Kaaiendonk. Kaaiendonk komt al heel wat jaartjes op bezoek bij BarronieTV. En laten wij van BarronieTV nou een keer bij Kaaiendonk Hennie Brand op bezoek gaan. Het mooiste, Hennie, je was nog wat vergeten, maar we brengen het gauw terug, hoor. Hier in de straat woont Hennie Brand. En ik heb mijn team mee, Peter Verstallen en Sander gaan mij helpen. En... Ja, Kaaiendonk, jij maakt het kliks bij mij. Ik vind het fijn om lekker met jou te confetti. Nou, kom, we gaan. We staan bij Hennie Brand voor de deur. Peter Verstallen, jij gaat naar de gang toe. Ik ga inderdaad naar de gang toe. We hebben wat confetti. We gaan het erin gooien. Heel veel succes. En hier, ja, kijk. En hier. Ja, slaap maar. Ja, daar gaat je mooie voortuin, Jenny. Oh, Richard de Krom, mijn mooie voortuin gaat eraan. Je hebt ook niks gemerkt vandaag. Ik help een beetje mee. Het is allemaal zo saai. Ja, jongens. Je hebben wij nog niet gehad. Zonder goeie hebben wij nog niet gehad. Param. Jongens, ik vind het geweldig dat jullie dit gedaan hebben. Van dat verprek. Zijn ze nog niet klaar? Wordt nog erger. Ik denk dat je je brievenbus vanavond even leeg moet maken, hè? Nee, ja, die heb ik nog niet leeg gemaakt, nee. Ja, dat krijg je als je al dat confetti neergooit in de studio bij BarronieTV, hè? Maar ik heb geen confetti in mijn brievenbus gegooid. De afgelopen jaren wel. Wij hebben helemaal geen confetti weggegooid hier, helemaal niks. Ik denk dat je over 3 jaar nog confetti terugvindt in je voortuin, hè? Ja, dat weet ik wel zeker, dat weet ik wel zeker. Jongens! Nou, ik vind... Jongens, bedankt hiervoor! Graag gedaan. Ik vind het nog steeds knap dat je niks gemerkt hebt. We stonden al op Twitter, maar we hebben onze mond gehouden. Ja, ik had het vandaag zo druk. Ik moest nog 2 reportages monteren, dus ik was eigenlijk niet thuis geweest. Maar
Ik kan jullie direct ook nog wel iets laten zien. Natuurlijk onze kinderkist. Ja, want waar ook veel confetti was, dat was op de kinderoptocht. En nu gaan we wel echt naar de kinderoptocht toe. Ja, natuurlijk was er veel confetti. Kijk, hier zie je de opstelplaats van de kinderkoffie. In over die paar mensen heen. Kijk, en hier staat de raad van Kijken de 11e al klaar. Kijken de 11e staat bovenop de wagen met Prins Minus de 12e. En die gaan zo van de heuvel naar de Mecht. Het is een grote optocht, hè, voor een kinderoptocht. Ik heb hem al een aantal keer gezien. Hier heb je de confettiwagen. Die hadden jullie gelukkig niet ontmoet. Kijk, hier de kinderen. Hier zijn we onderweg met de kinderen. Kijken en de prins hebben daarop volop leut. Ja, dat is geweldig als je zoiets ziet. Je zag daarnet die confettiwagen. Ja. Dat is alle kinderen die langs de kant staan krijgen een emmertje met confetti. Wij delen daar een ton confetti uit. Zo. Maar net zoveel als in jouw voortuin. Hè? Ja, zoiets. Zoiets dergelijks wat bij mij nu in de voortuin ligt. Kijk, maar het is natuurlijk schitterend dat die kinderen heerlijk met confetti kunnen gooien. Dat is echt geweldig. Kijk, en kijken, de elf die doen natuurlijk ontzettend mee, want dit zijn een dag. Hier komen we aan op de Mecht. Lijkt wel gesneeuwd even bij jullie. Ja, daar lijkt het wel op. Maar hier was even het zonneke weg. Ja, die op de Zandheuvel niet, maar het gewone zonneke was even weg. Maar daar kwam toch later nog even te kijken. Hoor. Van ja, ik wil toch nog wel eventjes laten zien dat ik er ook nog ben. Dus we hebben het ook nog een beetje in de zon staan. Je ziet wel dat hier langs de kant staat. Zo is het langs heel de route. Als we die dranghekken niet zetten, dan kunnen we er niet meer langs. Het is ontzettend druk. Je hebt het als Fini verbaasd met hoe druk het jullie was. Hoeveel deelnemers waren er eigenlijk? Er waren 34 deelnemers, maar wel heel veel grote groepen. Kijk, en tot les toe hebben ze natuurlijk confetti, die kinderen. Dat hebben we maar zat, hè? Ja, dat is te merken. En anders lag er dan nog een reserve zakje bij mij in de tuin. Ja, het was geweldig. Dan gaan we nu kijken, want hij begint vanaf nu heerlijk van genieten met z'n tweeën, met z'n allen. En kijk, die doet het defilé van de optocht. Dit is zijn eigen school, die liep ook mee. Het is goed bekeken, ze hebben allemaal een spiegel bij de. We hebben al meer gezien ergens in het programma met een spiegel, maar dat was in de kerk. Kijk, en des goed bekeken. De kinderen hebben heel goed het motto begrepen. Ja, die motto die moet je natuurlijk begrijpen, want anders weet je niet wat het is. Dit is ook leuk. Dan raak ik ook alle scholen mee aan jullie op, toch? Dat doen veel scholen mee, maar ook veel individueel. The Voice Kids. En let op, gewoon in Kaaien noemt ze Mecht, daar staan de Voice Kids. En de stoelen worden gedraaid, alle drie hebben ze gedrukt. Leuk. Ja. Prins Kaaike de 11e, het Narke en natuurlijk Januske even alle drie gedrukt. Kijk, en dan gaan ze weer verder. Ze zongen niet verkeerd ook. Nee, ze zongen zeker niet verkeerd. Nee. Dat is bij ons natuurlijk, alles klopt. Hè? Ja. Ik had meer gezegd, Raymond. Bij ons klopt alles. Van One Direction. One Direction. Ja, ik heb er nog weinig aan toe te voegen bij kijken, zegt. Ja, dit is natuurlijk schitterend. Het is leuk dat ze al op zo'n jonge leeftijd al eens een optocht. In zo'n jonge leeftijd met de optocht. Ik heb het met mijn kinderen vroeger ook gedaan. Mijn zoon die was 2,5 en toen liep hij al mee. Zie jij al nog veel mensen doorstromen van die kinderoptocht naar de grote optocht? Ja, dat zie je zeker. Ik loop natuurlijk al wel een paar jaartjes mee. En dat zie je zeker. Kijk, en zeker dit individuele werk. Daar willen die kinderen, daar wil ik in de grote optocht ook doen. Dan zijn ze 13 jaar en dan mogen ze naar de grote optocht. En dan brengen ze toch al iets leuks op de markt. Je ziet wel hoe de kinderen er allemaal perfect uitzien, ook allemaal hetzelfde. Hier krijgt Kaaike en Prins Minus een nieuwe hoed. Het is natuurlijk geweldig dat ze dat gedaan hebben. Natuurlijk gebeurt het goed. De nieuwe naam. Ook origineel, hè? Ja, dat is echt geweldig. Kijk, hier staat dan de nieuwe naam. Heb jij donders goed bekeken? Kijk, en dan loop je dan.
dat is natuurlijk een geweldig iets om... Kijk, hier zag je, dat zijn die emmertjes waar ze normaal de confetti in krijgen. De kindertjes langs de kant. Maar die moet je natuurlijk ook laten bewegen. Hoor de hofkapel op de achtergrond of een ander? Nee, we horen nu ook de hofkapel, maar daar deed je ook alle kapelletjes aan mee. Maar die kan ik allemaal niet laten zien natuurlijk, want dan heb ik geen tijd meer voor mijn kindertjes. Want het gaat natuurlijk om dit wat we nou hier zien. Ja, zeker. Kijk eens hoe mooi dat is, Marco. Wij hebben het goud. Dat hebben ze daar in Gorel ook laten zien, dat goud, maar wij hebben het ook. Kei goed bekeken! Kijk, dat is kei goed bekeken. Die betrekken er daarna bij en die gaan kijken of die kei goed bekeken is. Ja, ook leuk verzonnen natuurlijk. Ja, zo, ja, dat is natuurlijk wel de clue die ze doen, die kinderen. Ja. En daar gaat het om. Je moet het begrijpen wat je doet. Kijk, hier zie je nou de jeugdraad staan, voltallig. Geweldig, die nemen de defilé af. Kijk, dit is leuk. De wagen nagemaakt waar ook Prins Minus mee rijdt. Maar let op. Kijk eens hier. Wat er nou gebeurt. Ah, leuk. Dat is toch geweldig. Zo jong. 4 is die. Kijk. En daar moest natuurlijk even vastgelegd worden op de gevoelige plaat. Maar ik had er mijn cameraatje natuurlijk ook even bij. Geweldig zoiets. Kijk, ik bekijk alle sokken. En ook, zie je wel? Kijk, alle sokken bekijken. Zie je? Hup, sokken laten zien. Ja, dat is geweldig, zo'n kind met zo'n act. Ja, zeker. En ook echt nu al het publiek erbij betrekken. Ja, het publiek erbij betrekken, dat doen die kinderen heel, heel goed. Ja. En hier ook, hier hebben de ouders wel een beetje aan meegewerkt. Maar die kunnen ze ook eventueel in de Minushal, kunnen ze zo'n wagen maken. Kijk, hier zit er ook nog een kind in, die is daar ook bezig met confetti en allemaal andere dingetjes. Geweldig, kinderen. Kijk, hier hebben dan twee van de individuele. Wij hebben de kijkdoos. Kijk, de Eiffeltoren. Geschreven, zo wat je het zegt. Ja, precies, ja. In dialect uiteraard. Kijk, en daar mag ik gekeken worden in de kerkdoos. Toch mooi om te zien dat ze op zo'n jonge leeftijd zo creatief kunnen zijn, toch? Ja, dat is heel geweldig. Heel geweldig. Kijk, je ziet er achter de prins en kijken een groot ding staan, een grote pendule. Dat is onze tijdklok. Als er iets gebeurt op het podium, dan kunnen we daar de tijd mee aangeven. Okay. En die stond al klaar voor het volgende feest voor de kinderen. Kijk, hier laat ik heel even een kapelletje zien. Ik had er even tijd voor om er toch één te laten zien. Maar zo lopen ze allemaal tussendoor dat de kinderen ook allemaal muziek bij zich hebben. Kijk, want dit is dus natuurlijk thuis in de garage gemaakt. Vanavond jullie de verbranding natuurlijk. Ja, Raymond, daar wachten we nog even mee. Hè? Ja. Daar gaan we nog even mee. Moeten we nog even niet aan denken. Nee, dan worden ook de zakdoeken uitgedeeld. En dan is het echt bij ons het einde is het afgelopen. Kijk, hier ook weer een paar individuelen die dus iets gemaakt hebben. De koningin, dat is goed bekeken. Op de draagstoel nagemaakt van Prins Minus de 12e. Geweldig, in het roodgroen. Mooi gemaakt, man. Met als motto, strikt gaan. Kijk, hij tovert de leeuw boven tafel. En dit was ook weer een school die eraan meedoet. Je ziet wel, alle kleding, het klopt weer, rood-groen, allemaal netjes aangekleed. En zo hoort dat. Er zitten van jongens af aan al in. Je ziet ook dat podiumpje waar ze op staan. Ja. Is ook leuk, die meiden. Natuurlijk de kinderoptocht, als ze verder nog iets te doen vandaag in Keindong bij jullie? Ja, voor de kinderen is er een hele kindermiddag. Hè. Die krijgen daar in de Bussel nog een hele middag. En dan gaan ze weer terug naar de markt voor de prijsuitreiking. Ja, en dan zit het er helaas voor kijken op. Dan moet hij uit het pak. Maar dan staat hij vanavond toch nog wel eventjes met zijn moeder en zijn vader bij de popverbranding om dat dan nog eventjes mee te maken. En velen van ons zullen daarbij zijn. Mooi meiden. Top.
Maar die kinderen die zijn dus al vanaf de 11e van de 11e zijn die al bezig met carnaval. Hè? Kijk, hier hebben we ons kapelletje, de pierenwaaiers en de kleine pierenwaaikers lopen hier met het schip mee. Is gebouwd in de Minushal. Kinderen hebben daar, die zijn erbij betrokken, die hebben daar geverfd, die hebben geplakt. Je kan het ook zien dat de kinderen dat allemaal zelf beplakt hebben. Allemaal uitgeknipt en netjes opgeplakt. Een beetje door de ouders een beetje netjes gemaakt. Maar de kinderen hebben het gemaakt. Nou, dit is ook schitterend hier zo. Wel heel veel kinderen mee. Heb je enig idee hoeveel het er zijn? Nou, er zijn gewoon een paar honderd kinderen die eraan meedoen. Kijk, we gaan de cupcakes de oven in. De temperatuur instellen en de tijd instellen. En dan gaan we wachten tot ze terugkomen. Kijk, en dan komen dan de cupcakes. Ja, leuk, leuk. Dat is echt. Dit is toch wel gewoon een act van die kinderen. Het is gewoon echt. Ja, heel origineel. Ja, ja. Het is echt geweldig. Ik geniet hiervan dat je zoiets mag zien. Kijk, dit heeft papa en mama gemaakt. Maar dit hebben ook hoor, de kinderen zelf gemaakt. Hier zijn waarschijnlijk geen ouders bij betrokken geweest. Ja, die hebben misschien wel een oogje in het zeil gedaan, maar de kinderen hebben het gemaakt. Kijk, en dit ook weer zo'n draak. Geweldig. Maar die kinderen krijgen een carnavalsfeest bij ons. Hè? Ja? Ja, en die gaan een ochtend naar de Minushal om te kijken hoe wij bouwen. Mogen ze zelf meehelpen met de open dag van de Minushal. De voorkant, de tractor, is beschilderd door de kinderen van Kaaiendom. Leuk. Maar jullie hebben ook echt op scholenprojecten ook. Daar hebben we scholenprojecten voor. Ja, en dan kunnen ze op internet allerlei spullen krijgen. Ja, dat is gewoon een geweldig iets wat wij voor de jeugd betekenen. Zeker, dat is belangrijk. Ja, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Kijk, we zetten hem op een andere zender. Zep, De Mol of... Telekids. Telekids. Geweldig natuurlijk. En natuurlijk Kaaiendom. Ze moeten hem op Baronie TV zetten. Ja, ja, maar dat doen ze ook wel. We krijgen heel veel leuke reacties, jongens, van jullie. Het is een geweldig feest voor mij geweest. En ik denk voor jullie ook. Ja. Kijk, hier ook een kindje. Die geeft mij ook een dingetje. Zie je dat? Hey. Ja, hij speelt nu al met de camera. Ja, hij speelt nu al met de camera. Ja, ja, geweldig natuurlijk dat dat zo kan. Ik ga ook hier op de grond zitten, anders kun je de kinderen niet zien. Hier hebben we dan een klein kapelletje. Het is weg. 21, 7, het laatste moment. Wat hebben we voor een schoen bekeken? Hey, ja, we weer ouder met z'n gezelligheid bij onze Kijk, die liet ook het publiek erbij betrekken. Ik zie waar gij ziet. Netjes aangekleed toe. Ik heb hem goed bekeken. Kijk, hij leed er lekker in een luie stoel. En dan zo door een optocht getrokken worden. Lekker popcorn erbij en drank. Een beetje confetti gooien af en toe. En natuurlijk een beetje confetti gooien, dat ik moet toch kunnen. We maken ons eigenlijk niet boos om een beetje confetti. Ook niet in je voortuin. Ja, wat ik daarnet in mijn voortuin zag liggen was wel een beetje veel. Maar dan krijg ik weer wel een goede bestemming. Bij de buren. Nou, nog niet direct bij de buren, maar... Overburen. Ja. Als we het laten liggen, dan waait het vanzelf weg misschien. Kijk, Peppy Lem, kijk hoe dat kind daar zit. Die zweeft helemaal. Die heeft een zweefstoel. En dat zijn de ouders van Peppy Lem. Kijk, hier zien we nog van... Ja, we worden goed bekeken. Dat worden jullie zeker, jongens. Jullie worden zeker heel goed bekeken. Ja, het is geweldig als je de kinderen zo ziet. Dat, ja, hier doe ik het voor. Dit is eigenlijk ook een beetje mijn dag, jongens. Dat die kinderen daar de gang kunnen laten gaan. Dat die nou op het toneel staan. Dat maakt het leuk voor jou om te werken. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om dat te doen voor de kinderen. Ja, echt heel leuk. Het allemaal te kijken nu natuurlijk. Ja, die zitten allemaal te kijken. Want het is natuurlijk een prachtige tijd voor de kinderen. Om dat om 8:00 nog te kijken. Ze zijn morgen vrij, dus... En ik heb geprobeerd om alle kinderen er toch in de camera te krijgen natuurlijk. Lukt natuurlijk niet altijd, maar de meesten hebben toch, gezien omdat... Het is hartstikke leuk natuurlijk als ik zelf terugzie. Ja, ja. Nee, dat is natuurlijk geweldig als ze dit zo weer terugzien. En ze zien er eigen dan lopen. Kijk en dan hier in zo'n kinderwagen. Wat is het geweldig. Oh. Ja, dat is echt... Lief, hè? Ja. Nou, en dan hier.
Kaaike den Elle den heeft natuurlijk al gezegd. De grootste kaai. Kijk jongens, hey jongens. Bedankt. Graag gedaan. Ik wist het dus wel, hè. Maar het mooie is dat jij ons dan weer allemaal voor de gek hebt gehouden, jij het niet wist. Ik heb toch altijd gezegd, het klopt bij ons allemaal. Je hebt ons nu al teruggepakt. Ik ga er gewoon niet in mee. En jullie dachten van, ja, shit, is hij nou echt niet thuis geweest? Tuurlijk was ik thuis geweest. Maar jullie hebben me toch nog verrast met het hele mooie filmpje. Ben je nog ergens door iemand ingeseind toevallig? Nee, want ik had eigenlijk helemaal geen... Ik had ook geen tijd om op een telefoon te gaan liggen twitteren en zo. Wist je gelijk dat wij het waren, overigens? Ja. En waarom wist ik dat? Waarom wist ik dat nou? Ja, het eerste wat je dacht toen je voort in liep, Baroni TV. Nee, dat dacht ik niet. Maar toen ik het opruimde, zag ik er lag een stukje papier in en er lag ook andere confetti bij. Je denkt, hé, dat is niet de stichting. Details. Dat kon er maar één zijn en dat was natuurlijk Baroni TV. En ze hebben het al jaren geroepen. Verraden. Kijk, hier gaan we het over de klok hebben. Hoe heb je het gemaakt, kijk? Die hadden wij dan weer niet verwacht als jij het alweer... Ja, die jeugdprins die kan een goed speechen bij jullie. Ja, het is een geweldig kijken geweest. Altijd als je ergens kwam, hij pakte gewoon de microfoon en die kreeg je gewoon niet meer terug. Lefgozer. Ja, maar hij heeft ook zijn eigen smul naar snotnaar en een snotnaarinnikesbal georganiseerd. Met allerlei spelletjes. En dan heeft hij andere verenigingen, jeugdraden uitgenodigd. Die heeft hij allemaal op het podium geroepen. Ja, dat was echt een geweldige middag. Die heb ik hier ook uitgezonden in Hopsasa natuurlijk. Maar dat is het kinderprogramma waar wij hier hebben. Nou, daar heb ik dat in uitgezonden. Het was echt geweldig. Ja, en de optocht was ook geweldig. Ja, super bedankt en heel veel succes met het opruimen van je voortuin. Ja, zeker jullie. En jullie jongens, allemaal weer bedankt. Ik ga nog even aan het werk. Eerst eventjes in de kroegen, dan kom ik naar huis, traantjes opdrogen en dan ga ik jullie confetti opruimen. Ja, succes, bedankt voor alles in ieder geval. We gaan over naar Mitch en Anton Fens, want we gaan het hebben over Berenland. Ja, we gaan het zeker over Berenland hebben, maar ik denk dat je weer confetti opruimen nog wel eventjes zoet bent. Naast mij is Anton Fens aangeschoven. Anton, ja. Goedenavond. Goedenavond. Wij gaan naar de optocht van het Berenland. Wat was het motto van dit jaar? We zien wel waar het schip strandt. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. En ze waren net over een dijk. Deze rijke jeugd gaat hier weer op. Ja. Zeven in mijn upkick. En we moesten bij het spoor moesten even wachten. Ik kwam in de trein aan, maar dan kan alles recht naar aansluiten. Dus dan is het wel makkelijk. Mm-hmm. Nou, hier zijn ze met de keis zijn ze bezig. Dus de KVO, we hebben de smaak te pakken. Dat zie je heel goed, dat ze de smaak te pakken hebben. Zo'n kaasplankje hebben we ook nog gehad. Een flink stukje keizer is daar, hè? Ja. Oh, die jongens hebben ook volop leuter in hier wel. Uh-huh. Er was wel veel geluidsvolume aanwezig in de optocht van Hogeswallen. Dus hebben jullie geen afspraak over het aantal decibel die je mag hebben? Dat weet ik niet, komen nog een al dicht. Oud gelijk. Ja. Nee, dat weet ik niet dat er afspraken voor zijn. Okay. Nu dat CW de Laatkommers met schild en speer gaan deze Romeinen tekeer. Ja. Dit zal wel met schip te maken hebben, denk ik, dat gestraand is. Mm-hmm. Het is wel een hele mooie optocht. CW de Veestoppers. Ik moet steeds fanatiek mee aan het springen. Hoe lang duurt het optocht, Anton? Deze keer een deelnemer, maar ik vond hem wel heel leuk. Ik zie hem direct nog een keer in beeld, hoor. En dan met de kinderwagen en dan met een lijstje ervoor. Een bekende schilder ooit in Zundert. Oké. Okay. Mantelzorger. Een mantelzorger. Ik denk dat ze schoon als me zijn kan hier het een optochttafel lopen is, want... Dat hoop ik wel, ja. Nou, de smaakpolitie zien we hier zo. En die jongens hebben ook nog zin in.
Oh, die toch is de lessen nog niet, want het is... Het is nog best een hele grote optocht voor Berenland. Ja. Dus 7 met maten. Deze heb ik gisteren ook gezien, Anton. Ja, dat is eigenlijk een jonge bouwgroep uit de Mei. Ja. En die rijden dan in het Berenland ook mee. En dat is wel leuk allicht. Het is een prachtige wagen, dus ja, waarom zou je die niet meerdere keren mogen laten zien? Hè? Ja, natuurlijk. Ik zei het. Zoals ik al zei, ook weer in het Berenland veel jeugd. Ja. Ja, je ziet heel veel jeugd hier mee rijden. En terwijl het toch een best lange optocht is, want je moet eerst toch een lange dijk over. Uh-huh. En nou was het weer lekker licht, maar als je dan wat wind hebt, dan is dat toch een beetje dan is het een stukje minder. Ja, klopt. Dat is wel goed weer om te vliegen, maar niet met, met een wagen. Uh-huh. Dan heb je weer wat jeugd mee in de geluidsinstallatie. Ja, dat is ook zo. Hé, hey, Anton, het is een hele mooie optocht voor Berenland. Ja, ja. Ja, het is... Ze hebben geen raad, ze hebben een jeugdraad. Uh-huh. Ja, en ik weet niet of ze een jeugdraad hebben eigenlijk, want ik heb er eigenlijk niet bij zien rijden. Ja. Die zitten meestal tussen. Uh-huh. Ja, en ze maken gewoon gezellig plezier met elkaar. En dat is de hoofdmoot van het carnaval hier in licht. Nee, want op ik dank, we zien jou straks nog terug. Ja. Met de optocht van het 7 Bultenland. Ja. En wij gaan even naar de boodschappen. Ik zeg tot zo!